Als je voor de makkelijke weg had gekozen, dan was je wel in loondienst gebleven of dan blijf je wel in loondienst. Het begin is het moeilijkste. Wie van jullie staat nog aan het begin met het krijgen van eerste klanten? Nou, dus dat is toch bijna de helft, hè? Ja, het begin is heel erg moeilijk. Alles je marketing opzetten, je zichtbaarheid, gaan netwerken, heel veel ondernemers spreken. Die eerste klanten vinden. Hoe ga ik nou makkelijk mijn boodschap vertellen? Je moet er nog inrollen, want ja, het begin dan hotterstottert. En wat doe je dan precies? Ja, en dat wordt steeds makkelijker hoe vaker je dat je doet. En dan moet ik eigenlijk heel snel aan Patricia denken. Hoe kom ik toch aan die klanten? Ik zeg, Patricia, nou, coachgesprek gehad. En een paar maanden later, vorig jaar event, zei ik, hoe gaat het? Ja, zegt ze, ik zit helemaal vol en het gaat hartstikke goed. Maar dit, ik zeg altijd, als één schaap over de dam is, dan volgt de rest. Dat is het moeilijkste.